Ja, we hebben hier Gert Jacob staan. Fantastisch. Ja, oud wielrenner. Je hebt hier wel eens gewonnen. Meen ik me te herinneren? Ja, dat klopt helemaal. En je bent natuurlijk wielren-commentator. Ook nog. Ik doe analyse verzorgen bij Tour de Jour. Dit jaar bij TV Limburg. Ja, en vandaag in Surhuizenveen. En dan gaat je hartje wel sneller kloppen. Want in 1991, toen won ik hier. En toen kreeg ik echt zo'n hele mooie gouden fiets. Hè? En dat was zo'n grote, hè? Dat is mijn mooiste ereprijs ooit. Ja, dat moet Atsma horen, ja. Nee, maar ik woon nooit veel. Weet je, maar dit, jongen. En dat je echt zo'n fiets krijgt en met zo'n kettinkje, dat ding, dat trapt echt, hè. En van goud. Ja, jongen. Waar heb je hem nu? Staat hij op je schoorsteenmantel? Of? Staat op mijn schoorsteenmantel, ereplaats in de woning. Vergeet ik nooit meer. Dat brengt altijd diepe herinneringen aan Surhuizenveen. Je vertelde net van, dat je gisteren in Boxmeer was. Was druk, maar dit slaat wel alles. Ja, in Boxmeer waren heel veel mensen, hè. Maar joh, dit overtreft echt alles. Want ik ben uitgenodigd door Joop Atsma. We zijn daar in Joop zijn huis geweest. En daar kwam ook Chris Froome, Bauke Mollema en natuurlijk Pieter Wening, hè. Mag natuurlijk ook niet op. Gaat het niet door? Nee. Maar natuurlijk ook niet opbreken. Maar toen liepen wij hier. Dat is ongeveer 2 kilometer lopen, geloof ik. Yo, ik heb nog nooit zoveel mensen bij elkaar gezien. En toen kwam ik hier op de Finisstraat. Nou, jongen, de tribunes zitten vol. Maar zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Ja, dat is toch geweldig. Ja, zo gaat dat hier. En dat kan hier. En dat vind ik wel mooi. Dat echt de beleving van het wielrennen hier wel merkbaar en voelbaar is. En dat mensen toch willen komen om ook hun vedette aan te moedigen die ze in de Tour de France rond hebben zien fietsen. Over de Tour de France gesproken, je hebt het uiteraard gevolgd. Wat vond je van de Tour dit jaar? Ja, ik vond het een spectaculaire Tour. Want we hebben veel ontsnappingen gezien die ook tot het einde volhielden. Spectaculaire sprints. Ja, en natuurlijk, de Nederlanders doen het goed, hè. Weet je, we hebben natuurlijk gezien Mollema lang tweede gestaan. Maar ja, die krijgt dan pech, valt. Maar die heeft natuurlijk een geweldige Tour gereden. Dumoulin, die 2 etappes wint. Hoe lang is dat geleden? Dat wij 2 etappes wonnen. Ik kan het me niet heugen. Ja, ik ook. Dat was in mijn tijd, hè. Want dat is heel lang geleden. Lang geleden. Maar in 88 wonnen wij 6 ritten. Dat is wel veel, hè. Dus, maar weet je, dat is zoals het nu gaat met Dumoulin. Ja, dat is natuurlijk fantastisch om te kijken. En onze mannen hebben gewoon fantastisch goed gepresteerd. Daar kunnen we alleen maar trots op zijn. Doping lijkt helemaal een beetje uit peloton verbannen, hè? Of ja. Zie ik dat fout? Nee, dat zie je heel goed, want de menselijke maat is wel echt terug. Dat zie je echt goed. Weet je, want als we nu zien dat iemand 1 dag heel hard fietst, dan de volgende dag moet hij echt wel rustig aan doen. En vroeger, weet je, wat net van die motoren, super benzine erin en gaan met de banaan. En dat is nu wel goed, dat de menselijke maat is wel terug in de wielrennerij. Ja, en nu rijden wij ook weer vooraan. Dus ik juich dat alleen maar toe. Het gaat goed in de wielrennerij. Het zal zijn voordelen clean zijn. Ja, nee, dat heeft zeker voor. En dat hoort ook, zo moet je ook sport bedrijven, hè? Absoluut. Ja. Wie gaat hier vanavond winnen? Open deur. Ja, dat is wel een open deur, denk ik. Dan kan ik wel zeggen, Pieter Wening wint hier vanavond. Maar ja, joh, hij de gele trui in huis hebt. Maar eigenlijk is het nog niet zo raar, hè? Als hij hier vanavond zou winnen. Want in de Tour de France was hij ook de sterkste, hè? Het is logisch. Ja, dus dat hij hier vanavond wint, jongen. Dat, ja, het zou toch mooi zijn, man. Hier is Surhuizenveen, Chris Froome. We weten het niet zeker, maar het zou zomaar eens kunnen. Het zou zomaar eens kunnen gebeuren. Maar we hebben natuurlijk ook nog zo'n klein mannetje. Die gezien met een rood-wit-blauwe truitje aan, Dille Groenewegen. Ah, dat mannetje, ja, die moeten we in de gaten houden. Ja, sprinten, hè? Ja. Dus als het bij elkaar blijft, ja, dan gaat Froome niet winnen, hè? Dus we gaan het zo meteen zien. Daarom. Gert Jacob, hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. En veel plezier in Surhuizenveen. Ja.